dat zou willen voorstellen is van Michael Klein, dat is een Duitser. En het heet Der Brave Glücksmann. Dus de bruine man die geluk brengt. En het is een boek over dat zich afspeelt in Berlijn in de jaren 40, eind jaren 40. Berlijn is gebombardeerd, zwaar gebombardeerd. En de stad is op zoek naar een moordenaar, een Duitser, een ex-nazi eigenlijk, die een Joodse vrouw heeft vermoord. Wat is er gebeurd? Die Joodse vrouw, die heet Eva, die heet Vera liever, die heeft een dochtertje en dat dochtertje heet Eva. De Duitse minnaar heeft die Joodse vrouw vermoord en heeft zich haar bezittingen toegeëigend. Wat is nu het bijzondere aan zo'n verhaal? Dat is dat een Duitse moordenaar een Joodse vrouw vermoordt op het ogenblik zelf dat heel dat in Berlijn bijna alle Joden worden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Je hebt dus een heel dubbelzinnige situatie. De politie is op zoek naar de moordenaar van een Joodse vrouw, terwijl op hetzelfde moment in het gebombardeerd Berlijn de Joden massaal worden gedeporteerd. En dat is eigenlijk een illustratie wat mij betreft voor de gespletenheid van de stad Berlijn.